verouderd, joh. Na al dat gezeur, en ik zal niet zeggen gezeik, komt Amsterdam en laten we zeggen sportschool Hercules met een nieuw idee om Uber te vervangen. En ja, heel veel mensen zijn daar natuurlijk heel sceptisch over en dat begrijp ik wel, maar ja, er zijn toch wel een paar bijzonderheden. Bijvoorbeeld waar Uber eigenlijk tekort in schoot misschien is, waar Hercules nu dus eigenlijk een primeur heeft, want we hebben hier een chauffeur. Ik zal even kijken of we het autootje erbij kunnen krijgen. En kijk, daar staat hij. Ja, prachtig dingetje. En deze auto, of Kanto moeten we zeggen, gaat vanaf morgen in Amsterdam rijden. En de nieuwe chauffeur heet Ruud. Schijnt ook best wel een kampioen worstelen te zijn geweest. Dus niet zomaar iemand. En ja, Ruud die ergerde zich ook wel een beetje aan de taximarkt. Kijk, daar staan we. En ja, misschien wilt u toch wel even snel kennis met hem maken. Ik zou zeggen, Ruud, wat trekt jou aan in het taxivak? Leuk. Leuk. Ja, leuk. We zijn hier lelijk over. Kunt u zich misschien iets duidelijker formuleren? Want mensen gaan er toch naar kijken. Misschien ook een beetje enthousiaster. Ja. Nou, in ieder geval, doe eens je best. Hou je bek tot ik zeg dat je mag praten. In ieder geval leuke dames ga ik vervoeren als het moet. Kijk, dat bedoel ik. Dus als u als leuke dame vervoerd wil worden door de eerste chauffeur in dit Uber-project, na het Uber-project. Hij heet Ruud en wat versta jij voor de duidelijkheid onder leuke dames? Nou, als ze lief zijn en aardig. Lief zijn ze nooit, want het kost alleen maar geld. Ja, dat is waar. Nou dames, u hebt het een beetje kunnen zien. De nieuwe taxidienst. En we horen graag het commentaar van u. Hoe u dat hebt ervaren met chauffeur Ruud. En de standplaats blijft natuurlijk Dr. Meurenlaan, Centrale Hercules. Een fijne dag en we horen graag van u.